Overal. Als het specifiek gaat om de groepen die op de rem zaten, ja, wij hebben gewoon weer onze nieuwe projecten die in het verlengde liggen. Wij gaan verder met modelleren, verder met risicobeoordelingsmethodes maken, verder met meetmethodes maken, ja, in samenwerking met een hele hoop andere partijen. Dankjewel, Bart. Ik dacht, Renske, dat je net ook wilde reageren, maar je hebt je hand weer omlaag gedaan. Ja, klopt. Ik wou inderdaad ook wat onderzoeksprojecten noemen op nationaal en internationaal niveau. Maar ik denk dat Bart's antwoord de lading wel dekt. Helemaal goed, dankjewel. Rob van den Hoek, die heeft ook zijn hand omhoog gestoken. Ik heb me openstaan. Dank u wel voor de gelegenheid. Ik ben algemeen bestuurder bij een waterschap, HDSR. En ook inwoner van Utrechtse Heuvelrug met een hoog- en laaggebied. Nu hebben wij recent in Amerongen aangelegd een nieuw overstotsysteem voor hemelwaterberging. CGU Overstot. Het oude ging via een persleiding naar de rioolwaterzuivering. En dat was niet meer toegestaan. Maar nu hebben we een nieuw probleem. De overstort gebeurt in de uiterwaarden. En dat is één rivierkleilaag. Dat zien we dus niet in de bodem. Dat gaat regelrecht naar de lek. Dat gebeurt dus 10 tot 12 keer per jaar. Alleen datzelfde water gebruiken wij weer voor aanvoer, voor bergingmogelijkheden bij droogte. Wat kunnen wij nou doen met zo'n spagaat? Ja. Bedankt Rob voor je vraag. Misschien dat een van de Arjens daarop kan reageren. Mooie spagaat, ja, die kennen we wel. Laat maar jou over. Als je het schoonhoudt, Arjen, dan is het, dan is dat natuurlijk een goede bron voor ook droogtebestrijding. Maar als het inderdaad vervuild raakt met afspoeling van wegen, hè, de bandenslijpsel bijvoorbeeld, of ja. Inderdaad andere bakmateriaal, of zelfs water, dan is het wel weer een hele lastige spagaat die je op kan lossen. Ja. Dan zou je toch iets moeten doen achter zo'n overstort. En ik heb net een berichtje, was ik net aan het beantwoorden. Dat is toch wel een uitdaging om overstorten te behandelen met dit soort dingen. Ja, het enige wat je misschien in dit geval ook voordelig zou kunnen zien, is dat het om een beperkt aantal overstorten gaat. Ja, iemand heeft een beetje achtergrondgeluid. Nu is het. Het gaat goed. Rob is. Ik hoop dat de vraag zo een beetje geadresseerd is. Ja. Sommige problemen blijven ook gewoon lastig. Ja. Oh, goed zo. Sommige problemen blijven natuurlijk lastig. Het is nog volle bak in onderzoek. Dus hopelijk komen er steeds meer oplossingen voor de verschillende problemen. Ik zag van alles in de chat voorbij komen. Ik weet niet of dat daar nog concrete vragen tussen stonden. Een overzicht van de kennislacunes van Joris Kwik. Ja, dus het is ook de bedoeling dat we die kennislacunes nu ook weer een beetje na afloop van dit symposium weer op een rijtje zetten. En dat ook met jullie te communiceren via een delta-effect. De belangrijkste kennislacunes daarin uit te lichten. Dus ik hoop dat jouw vraag daar een beetje wordt beantwoord. Misschien nog een vraag van Christa. In hoeverre we op microplastics moeten focussen ten opzichte van de 170.000 andere stoffen die ook in het milieu terechtkomen? Dus een prioritering van milieubelastingen. Ja. Wie zou daar graag op willen reageren van de experts? Oh, daar ging helemaal tegelijkertijd. Renske, jij mag ook gerust reageren. Ik wil eigenlijk ook benadrukken dat microplastics in zichzelf ook al een vector zijn voor sommige gevaarlijke stoffen. Dus het zijn maar kleine concentraties, maar ik denk. Ja, in dat opzicht denk ik dat microplastics ook bijdragen aan risico's van andere contaminanten. In ieder geval voor de mens.
Ja. Bart, wilde jij daar nog bij aansluiten? Oh, je bent, Bart, je bent gemute. Dank je. Nee, al die dingen zijn gewoon belangrijk. Stoffen, plastics, andere stressoren. En gelukkig zien we dat de onderzoekswereld zich dan wel, en de wereld van mensen die daar iets aan proberen te doen, zich wel organiseert rond die thema's. En hebben we nu een gemeenschap die zich over dat plastic probleem buigt. Maar natuurlijk ook nog steeds heel veel partijen die zich over allerlei stofgroepen zorgen maken. En ook een toenemende bewustwording dat dingen ook samen moeten worden bekeken. Hè? Multiple stress, stressecologie. Nou, planetary boundary concepts, hè, waarbij dat allemaal dan samenkomt. En het mooie is dat voor elk van die vertrekpunten is dan wel weer een groepje geïnteresseerden die zich daaromheen verzamelt. En daar verstandige dingen over zegt. Dus ik zie het niet als het is één of het ander. Ja, dit is nu natuurlijk een dag over plastic, dus we praten wat minder over die andere dingen. Maar in breder verband zijn beleidsmakers en mensen die zich met milieubescherming bezighouden. Die kijken natuurlijk veel, veel breder. Bedankt, Bart. Arjen Marcus. Ja, wat ik aan toe zou willen voegen is dat het ook wel een symptoom is voor de manier waarop we met de wereld omgaan. Waarom hebben we in vredesnaam 170.000 stoffen nodig? En waarom komt het allemaal in het milieu terecht? Het is frappant dat we dit allemaal laten gebeuren en vervolgens met dweilig met de kraan open proberen de problemen die daardoor ontstaan weer te verhelpen. Ja, dat is zeker zo. Dat valt niet mee dan. Ik had nog een oude vraag van eerder in de ochtend en ik dacht dit is misschien een goede vraag voor Merel. Dat gaat over nanoplastics en ik weet dat jij wel hebt gekeken naar een special pattern van plastic over de rivier. Maar worden nanoplastics, worden die daar dan ook bij meegenomen? Dus de specifieke vraag was eigenlijk in hoeverre worden nanoplastics verwijderd in de drinkwaterzuivering? En dat is een hele specifieke vraag. Maar ik dacht, heb jij daar ook iets naar nanoplastics gekeken in die veldanalyse? Oeh, goede vraag. Ik zou zeggen dat Svenja hier het meest van weet, maar ik denk dat die er nog niet bij is. In het oppervlaktewater is het nog ontzettend moeilijk, zo niet bijna onmogelijk, om nanoplastics te meten. Omdat het heel moeilijk is om ze te scheiden van al het andere organisch materiaal wat er aanwezig is. Dus daar weten we eigenlijk nog bijna niks van. In drinkwaterzuivering is dat natuurlijk ietsje makkelijker. Want de matrix is veel schoner. En er zijn wel wat experimenten gedaan. En die heeft Svenja dus ook deels zelf uitgevoerd. Ik kan het ook even proberen. Oh, ik weet niet je bent er wel. Minder goede connectie. Maar laat maar weten als het niet kan. Oh goed, super. Ik heb experimenten gedaan voor nanoplastics. Omdat drinkwater is wel schoon. En die analyse van drinkwater voor nanoplastic zou gewoon dan waarschijnlijk ook de eerste zijn die dan mogelijk is. Maar zelfs dit is eigenlijk nog niet mogelijk. Omdat we wel best hoge concentraties van nanoplastic nodig hebben om die te kunnen detecteren. Dus dat betekent ook dat drinkwater heel erg moet worden geconcentreerd voordat wij nanoplastic betrouwbaar kunnen detecteren. Dus dat is nog niet zo ver. Dus daar weten we nog heel weinig van. Dus dat betekent ook dat die experimenten die zijn gedaan zijn met vrij hoge concentraties gedaan. Dus dan moet je jezelf weer afvragen hoe realistisch is dat. Maar het lijkt wel dat... ik bedoel, drinkwaterzuivering is wel gemaakt om deeltjes van water terug te houden. En dat gebeurt ook van nanoplastics. Ook in flink hoge concentraties. Ik moet zeggen, ik weet het even uit mijn hoofd niet, maar wel redelijk hoge aandelen van hoge inputconcentraties. Dat weten we wel. Verder denk ik misschien kan Renske dat van KWR nog beter zeggen wat bij de drinkwaterkant gebeurt. Omdat
ja, we weten, misschien is het niet eens zo anders of nu nanoplastics of nanodeeltjes worden verwijderd. Het is wel, het gaat een beetje in dezelfde hoek wat zuivering kan op dit moment. Maar ja, zoals Merel zei, de methoden zijn nog heel erg lastig. Ja. Bedankt, Finje. Ja. Renske, wil je daar nog iets aan toevoegen? Ja, ik denk niet dat ik daar zoveel aan toe kan voegen. Nee. Nee, helemaal goed. Bart, die wil nog iets zeggen. Ja, ik had eigenlijk een vraag aan een andere expert, als dat mag, aan Renske. Natuurlijk. Kan dat nog? Ik zat me af te vragen, als het gaat om de gezondheidseffecten van de mens, dat is zo veel en complex wat we daar nog van over moeten leren. En ik vroeg me af wat jij denkt, als je nadenkt over, zou je dan vooral eerst moeten beginnen met de blootstelling, dat begrijpen? Of moet je beginnen bij de toxicologie? Of moet je beginnen bij de epidemiologie? Of moet je het allemaal tegelijk doen, maar dan heb je weer het risico dat de epidemiologie niet aansluit op wat de mensen tegelijkertijd bij de exposure of bij de toxicologie kant aan het leren zijn. En dan is het allemaal heel inefficiënt. Heb je daar een blik op, die sporen? Ik zou zelf inderdaad eerst beginnen bij de blootstellingskant, want we weten eigenlijk nog niet eens in hoeverre de mens wordt blootgesteld aan diverse typen microplastics. En dan kan je daarna gericht ook toxicologische studies doen. Want als blijkt dat bijvoorbeeld een bepaalde grote microplastic niet eens in de mens makkelijk wordt opgenomen in de cellen, en er dus geen interne accumulatie is, dan heeft het dan voor zover ook weinig zin om daar toxicologische studies voor te doen. Ik zou het zelf efficiënter vinden om te beginnen met de blootstellingskant beter te begrijpen. Dankjewel. Oké, dan was er een hand van Anja Rinit. Anja, je mag je vraag stellen. Kun je de unmute button? Ja, je kunt praten als het goed is. Wij kunnen jou om de een of andere reden niet horen. Dus je kunt eventueel... Nee, werkt niet inderdaad. Je kunt eventueel ook even in de chat je vraag stellen. Dan kunnen we hem daar beantwoorden. Misschien kunnen we tussendoor een heel praktische vraag doen. Er is een paar keer gevraagd of we de presentaties gaan delen met alle aanwezigen hier. Ja, er wordt natuurlijk ook aan een document gewerkt vanuit jullie, Sanne. Ja, dus vandaag de presentaties zijn wel opgenomen. De opname gaat gepubliceerd worden op YouTube-kanaal van de STOA. Dus daar zou je sowieso de presentaties terug kunnen kijken. En daarnaast gaat er dus een delta-effect opgesteld worden, waarin we eigenlijk een korte samenvatting geven van de presentaties van vandaag en de onderwerpen die vandaag aan bod zijn gekomen. Plus wat uitgebreider over nog de huidige kennislacunes. Dus daar komt... Ik hoop dat voldoende is. En mochten er dan nog specifieke verzoeken zijn, dan kunnen we aan de experts vragen of ze bereid zijn hun presentatie te delen. Anja had haar vraag in de chat gesteld, zie ik. Ze was benieuwd naar analysemethodes voor deeltjes van 1 tot 500 micrometer. Want ik ben fytoplanktonanalist. En ik kijk al naar deeltjes van die maat. Zijn soorten plastic bijvoorbeeld belangrijk? Ik snap de vraag niet helemaal. Of soorten plastic uitmaken voor de analysemethode, dat zou ik eruit halen, maar dat weet ik niet. Ik weet niet helemaal zeker of Anja dat bedoelt. Paula die heeft de hand omhoog, dus misschien dat zij het wel begrijpt. So for the question about analyzing microplastics from 1 to 500 micrometers. So we can use FTIR,
for microplastics with a size between or from 20 micrometers on. This is how we did it for our experiments to analyze microplastics inside Gammarus pulex. And below 20 micrometers, this becomes more complicated. We didn't have microplastics smaller than 20 micrometers in our tests. Only for the test with nanoplastics, we had to use palladium doped nanoplastics to analyze them because current techniques do not allow to measure these very small plastic particles. So they contain a palladium core inside, and they have polystyrene on the outside, on the surface. So we analyzed the palladium in the end, and then we could quantify how many nanoplastics they had ingested. And with respect to sort of plastic, I think if with the type of plastics, I'm not really sure what you mean either, like polymer types or sizes or shapes. For instance, for the car tire particles, we did it visually because of the high black carbon content of the particles. We could not use FTIR. So the type of plastic is indeed important with respect to the analysis. Ivo Roesting, sorry. Dankjewel. Een kleine aanvulling daarop. De vraag ging over de grootte van fytoplankton die in diezelfde orde van grootte ligt. Maar fytoplankton wordt doorgaans of microscopisch bepaald, waardoor je zelf de vormherkenning doet. Of er zijn ook automatische technieken die in principe ook nog steeds op vormherkenning werken. Dus dat zijn meer cytoflow-achtige constructies waarbij watervolumes langs een fotocel worden geleid. Wat Paula net terecht zegt, is maar deels het geval voor plastics. Daar worden andere methoden gebruikt, spectra, lichtspectra en misschien ook wel in mindere mate vorm. Maar daardoor past dat niet helemaal op elkaar. Dus ik denk dat met fytoplankton technieken je niet meteen heel makkelijk microplastics kan detecteren en dat visueel met de microscoop een behoorlijke opgave zal worden. Bedankt, Ivo. En er was nog één vraag eerder vandaag van Frans de Bles. En dat ging of jullie verwachten dat de toxicologische effecten voor de mens ten opzichte van waterorganismen wel een relevant effect geven. Dus wat verwachten we dat er gevoelig is, aquatische organismen of de mens, en ook qua hoeveelheid blootstelling, waar ligt de grotere kans dat die bloot worden gesteld? Het is misschien een vraag voor Paula of voor Renske, of voor wie wil reageren natuurlijk. Ja, Renske, ga je gang. Ik moet zeggen dat ik dit best wel een lastige vraag vind. Ook omdat de concentraties van microplastics in oppervlaktewater zijn natuurlijk een stuk hoger dan je in drinkwater aantreft. Maar met drinkwater is het natuurlijk zo dat je eigenlijk constante blootstelling hebt. Dus het is... Ik durf zelf niet zoveel te zeggen over de gevoeligheid van de mensen ten opzichte van aquatische organismen. Ik denk dat dat gewoon een heel ander, wat Bart eigenlijk eerder al zei, een heel ander risicoprofiel. Een heel ander risicoprofiel heeft. Oké. Okay. Bedankt, Renske. Nou, daarmee kunnen we de Q&A afsluiten. Tenzij, Bart wilde er nog even op reageren, dat mag natuurlijk. Oh, sorry. Nee, ik wou het woord terug aan jou geven. Dus, ja, maar ik wil net gaan afsluiten. Ja. Over de mens versus organisme. Kijk, we weten dat plastic wel tot sterfte van organismen heeft geleid. Iedereen kent die beelden wel. Dat zijn dan meer incidenten. Hè? De verkeersongelukken in de natuur, zou je kunnen zeggen. Dat toch een organisme overlijdt door iets groots ingeslikt te hebben. Dus dat is echt al heel zichtbaar. Het is ook een beetje hoe je het verhaal wil vertellen. En bij de mens heb ik steeds het gevoel van het is meer een soort sluipmoordenaar. Dat is natuurlijk ook een gevaarlijke term om in deze context te gebruiken. Hè? Want voor je het weet
nou ja, ben je zelf ook wel alarmistisch aan het praten, maar we weten het gewoon niet. Het zijn kleine deeltjes. We weten dat het grootste deel is voor ons niet biologisch beschikbaar, maar dat kleine beetje toch steeds langzaam binnenkomt. Ja, wat gaat dat doen op de langere termijn? Na 10, 20, 30 jaar. En nou, er zijn, als je de 50 plus bent, 60, 70 plus, toch een aantal problemen waarmee mensen kampen. En nou ja, er zijn wat recente berichten over opname van deeltjes toch via de darm. Ja? Kun je heel even jouw verbinding controleren van je microfoon, want je kraakt in één keer heel erg. Oh, is het nou beter of slechter? Iets slechter. nu klikken we je heel zacht. Oké. Okay. Het kraakje is wel weg. Ja. Is het beter? Ik weet het niet. Nou, dan stel ik voor dat dit het einde van mijn opmerking was. Oh, ja. Dat is het einde van je opmerking, Bart. Maar we schakelden in principe wel over nu naar jou voor de allerlaatste afsluiting. Als dat lukt. Hoe is het zo? Ja, zo is het beter. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Afsluiting. Daar staat geloof ik dan nog 7 minuten voor. Ik weet niet of ik die helemaal ga gebruiken. Maar even misschien een paar indrukken ter afsluiting. We waren vanmorgen met 142 mensen bij elkaar. Dat laat toch zien dat in Nederland best veel belangstelling is. Ook blij dat jullie er allemaal waren. En zo actief bezig waren met vragen stellen en meedenken. En, dat blijkt nog heel erg te leven. Wat ik denk ik ook een beetje proefde en zelf gezien heb, is dat nieuwe kennis levert ook dan weer exponentieel nieuwe vragen op. Het begon met een paar projecten wereldwijd en nu zijn er veel meer. En we weten veel meer. Het blijkt ook gewoon hoeveel we eigenlijk nog niet weten. En dan denk ik aan vragen over die oplossingen, waar Arjen van Nieuwenhuizen over sprak. Meteen van, ja, hoe moet het dan verder in de rivier of in de Waddenzee? Ja, daar weten we nog zo weinig van. En als het gaat over effecten op de mens, ja, daar spraken we ook over. We weten natuurlijk al veel meer. Alleen ja, het is wel per ongeluk allemaal over polystyreenbolletjes wat we weten. En de blootstelling weten we nog zo weinig. En daarna moet dan nog de toxicologie komen. Dat moet dus eigenlijk allemaal nog. Ik vond ook heel mooi de opmerking over het bestuurlijke niveau. Hè? De opmerking over Amerongen, waardoor die afkoppeling je dan een heel ander soort flow van water krijgt. En op bestuurlijk niveau kun je dan conflicterende situaties krijgen. Dat is nu een heel ander niveau waar verschillende scenario's naar moeten worden vergeleken. En wat nu eigenlijk ook pas duidelijk wordt, omdat we het systeemgedrag van de deeltjes wat beter doorgronden. Nou, als we praten over kleiner dan 10 micrometer, dan is het zowel voor de analyse als voor de effecten nog steeds allemaal heel erg onduidelijk. Dus er is nog echt heel veel te doen. En over de risico's ook. Maar wel heel mooi om te zien dat er heel veel budget is beschikbaar gekomen vanuit Europa voor een paar hele mooie projecten in Nederland. Dus heel benieuwd wat die ons gaan leren in de komende jaren. Dus ik hoop dat iedereen dat zal gaan volgen. Als het gaat om de producten en uitkomsten van van de projecten waar we vandaag over spreken, dan is er een hele reeks artikelen, proefschriften, delta-facts die geschreven zijn of worden. Dus wie van jullie ook maar daar iets meer over wil weten of in detail lezen, laat het ons weten en dan kunnen we die informatie doorgeven. Dit was een discussiedag waarvan ik me ook kan voorstellen dat je op een bepaald moment denkt van voor de Nederlandse situatie, nou misschien moeten we dat over 2 jaar weer eens doen, of over 4 jaar, over 3 jaar. Ik weet niet in welk verband we dan samenwerken of zitten, maar misschien dat de STOA zo'n rol kan hebben. Of een van de andere partijen om zoiets als dit dan nog eens te doen. En dan misschien live. Dat zou heel mooi zijn. Maar ik denk dat de interactie toch hopelijk goed genoeg was voor jullie. Om vragen beantwoord te krijgen waarmee je liep. En dan eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat is bedanken van het publiek, maar ook van het organisatiecomité.
mooie presentaties gemaakt, denk ik. En met name wil ik dan eventjes aan Sanne van Berg overhandigen. Deze fles wijn, daar komt hij. Neem je hem aan? Ja, je hebt hem. Want jij hebt heel veel georganiseerd en technisch toch steeds de spin in het web geweest om, om deze ochtend zo voor elkaar te krijgen zoals die nu geweest is. Dus, bedankt, Bart. Even een applausje. Nou, en dat was dan wat mij betreft het laatste. Dus dan wens ik jullie een fijne dag verder. Sanne, ben ik iets vergeten? Nee, dat was alles. Okay. Allemaal hartstikke bedankt. Tot ziens. Oké, tot ziens. Doeg. Organisatoren kunnen nog wel even 3 minuten blijven hangen misschien. Ja. Ivo is er van tussen gepiept volgens mij. Nou, niet, dus niet heel veel. Maar omdat we er toch allemaal nog zijn. De meeste. Kun je de opname misschien stoppen, Sam? Yeah.